Duncan Lawrence, de zanger die in 2019 het Eurovisie Songfestival won, denkt dat nu alles voor hem komt aanwaaien en vindt dan ook dat de rol als presentator recht voor hem is weggelegd, mocht Joost Klein het Songfestival naar Nederland halen. Ik meld me hierbij aan, zei de oud-winnaar maandag enthousiast tegen het ANP op de rode loper van het Edition Gala. Ik zou dat te gek vinden. Ik bedoel, als we dan dat Engels van mij een keer goed kunnen gebruiken, Nederlandse media, dan is het wel bij het Songfestival, zei Duncan als reactie op berichten van entertainment media waarin stond dat hij alleen nog maar Engels zou willen spreken. En ik kan ook een woordje Frans, dus ik meld me aan. Duncan denkt dus dat het op deze manier werkt, een woordje Frans spreken en gelijk het Songfestival kunnen presenteren. Het is wel knap dat de zanger die zegt een burn-out te hebben wel het Songfestival zou kunnen presenteren, maar een nieuw album uitbrengen was net wat te veel gevraagd. Inmiddels heeft hij zijn album wel uitgebracht, met moeite. Misschien betekent dit toch nog een lichtpuntje voor Lawrence, maar dat weten we natuurlijk maar nooit. Duncan is enorm enthousiast over Joost. Ik houd van eigenheid en authenticiteit. In welke vorm dat dan ook is, dat waardeer ik gewoon. Dat heeft Joost ook. Hij weet ook precies hoe hij met de media om moet gaan en dat gaat heel erg in zijn voordeel werken. De kans dat Joost Klein, met het lied Europapa voor Nederland het Songfestival wint, lijkt de afgelopen dagen steeds groter te worden. Zijn lied gaat helemaal viraal. Het zou in ieder geval al een mooie winst zijn als Duncan het Eurovisie Songfestival niet gaat presenteren.